Ik heb vandaag besloten dat ik gezonder ga eten. Dus in plaats van bosbollen heb ik gewoon chocoladesoesjes. Hoi allemaal, mijn naam is Sophie en ik ben ziek. Dus mocht je afvragen waarom ik zo klink, dat is omdat ik dood aan het gaan ben. Ik wilde vandaag eigenlijk een video maken over wat ik heb geleerd in mijn 18e levensjaar. Ik word namelijk op maandag 29 mei 19. Toen bedacht ik me dat ik niet zo heel veel dingen heb geleerd. Er zijn ook heel veel dingen die ik nog niet weet. Zoals bijvoorbeeld wie A is in Pretty Little Liars. Ik realiseerde me net ook dat ik dit jaar had afgesproken om alleen maar matchende sokken te dragen. Dat is ook niet gelukt. Hou, ik lig op een kattenspeeltje. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik jullie wil meegeven. De eerste is, tijd gaat fucking snel. Tweede, feesten zijn niet leuk. Of ja, soms is het dan leuk, maar meestal is het niet leuk. En als je dan denkt, ik probeer het opnieuw en daarna ben je op het feest en dan denk je, oh ja, ik vind het helemaal niet leuk. Dan mag je ook gewoon in je bed blijven. Dat je nog jong bent, betekent niet dat je moet gaan feesten. Je mag gewoon slapen. Slapen is ook een oplossing voor alles, dat is nummer 3. Slapen is de oplossing voor alles. Ik slaap tegenwoordig bijna 15 uur per dag. Als je chagrijnig bent, ga je gewoon slapen. Als je verdrietig bent, ga je gewoon slapen. Als je blij bent, ga je gewoon slapen. Als je geen zin hebt om met iemand af te spreken, ga je gewoon slapen. En dan zeg je daarna gewoon, sorry, ik sliep. Dat werkt. Nummer 4, Tinder is kut. Nummer 5, een koffie verkeerd is lekkerder dan een cappuccino. Nummer 6, een 5,5 is een voldoende. En heel veel verder dan dit kwam ik niet. Dus ik ging googlen. Toen kwam ik erachter dat als je 18 bent geworden, je uitvaartverzekering moet regelen. Toen kwam ik deze quote tegen. Je zult het vast niet geloven, maar doodgaan is een dure grap. Een uitvaart in Nederland kost namelijk al gauw 7.500 euro. In ieder geval, ik kwam niet echt op 18 dingen die ik heb geleerd in mijn 18e levensjaar. Behalve vooral dat de tijd heel snel gaat. Toen dacht ik, ik ga een Snapchat Q&A doen. Ik heb jullie gevraagd om vragen te stellen. Waarschijnlijk heeft niemand dat gedaan. Maar je kan het altijd proberen. Wat is het stoemste cadeau wat je ooit met je verjaardag hebt gekregen? Wat is het stoemste? Het stomste cadeau dat ik ooit heb gekregen? Nou, heb ik ooit iets echt stoms gekregen? Ik heb ooit van mijn vaders vorige vriendin deze tas gekregen. Toen ik denk ik 16 werd of zo. Hier was ik niet heel erg blij mee. Hoi, ik heb een vraagje voor Sophie. Ben je geadopteerd? Nee. Hoi Sophie, mijn vraag aan jou is, wat is je favoriete liedje van Sean? En gefeliciteerd met jullie trouwen. Mijn trouwdag? Wat? Deze vraag werd mij laatst ook al gesteld. Mijn lievelingsliedje van Sean. Ik heb geen lievelingsliedje van Sean. Eerst was het altijd Bring It Back. En toen was het The Wait. En Something Big blijft altijd gewoon MVP. There's Nothing Holding Me Back vind ik heel leuk. Maar ik heb niet één favoriet. Oh my god, Sophie, ik ben je allergrootste fan. Mijn vraag is, honden of katten? Iedereen weet het antwoord al. Oh my god, Sophie, ik ben je allergrootste fan. Is het nou nog een keer dezelfde? Mijn vraag is, honden of katten? Kut update van Snapchat. Of nooit meer bossenbollen eten, of nooit meer energiedrank drinken. Moeilijk, hè? Oké, ik heb nog een vraag. Haal je Snapchat van herhalen af. En oh my god, Sophie, ik ben echt je allergrootste fan. Wil je me alsjeblieft volgen op Instagram en op Twitter? Iets wat ik wel heb geleerd in mijn 18e levensjaar. Snapchat heeft een update. Het is best wel een kut update. Maar je moet dus voor je stories en voor de Snapchats die je stuurt zelf aangeven of je ze wil laten herhalen of niet. En dat kan best wel vervelend zijn. Dat is niet wat ik heb geleerd. Yeah. Maar ja, katten. Dat was mijn eerste antwoord, maar dat wist iedereen al. En nooit meer bossenbollen of nooit meer energiedrank. Dan zou ik nooit meer energiedrank drinken. Want ik krijg deze hartklopping. En soms lig ik in bed en heb ik ineens een hartaanval. En dan denk ik, kut Red Bull. En dan denk ik, nooit meer Red Bull drinken. Want ik ga daar dood. En dan ga ik weer Red Bull drinken. Terwijl ik weet dat ik daar een hartaanval van krijg. Dus ik zou nooit meer energiedrank drinken. Gefeliciteerd, Sophie, alsjeblieft. Wat? Gefeliciteerd, Sophie, alsjeblieft. Nou, verder heb ik geen vragen gekregen, maar ik vind het leuk om te weten dat er toch nog 3 mensen zijn die naar mijn video's kijken. Super bedankt. Nou ja, sorry voor deze video.
Maar heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Ik probeer wekelijks te uploaden en... Laat ook vooral even een reactie achter, want vind ik leuk. Ik lees alles, ik zie alles. Vind ik leuk. Ja, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en doei!